Vandaag is het Wereldgezondheidsdag, een dag georganiseerd vanuit de World Health Organization, beter bekend als WHO. Een dag speciaal gericht op de gezondheid. Maar wat is gezondheid nou eigenlijk? Hey Suus, wat vind jij gezondheid? Dat je zeker heel hard kan spinnen en kriebels kan krijgen, hè? Ja, ja. Om nou goed te weten wat de definitie nou eigenlijk van gezondheid is, sla ik even dit onwijs dikke woordenboek erop los iets. Ga even betekenissen opzoeken. Oh jongens, dit ding is zo oud. Ha, ha, ha. Gezoden, gezoek, gezoom, gezoen, gezolder, gezond. Ontdenen gezondheid. Lichamelijk welzijn, die gesteldheid of toestand van het lichaam waarin alle delen op toestand van optimaal welzijn in geestelijk, lichamelijk en onder zeker aspect maatschappelijk opzicht. Dus kortom, dat je lichamelijk, geestelijk en op maatschappelijk opzicht nou gezond ben en het goed voor elkaar heb. Voor mij betekent gezondheid dat ik dingen kan doen die ik leuk vind zonder enige belemmering daaraan te hebben. Dit kan op lichamelijk, maar ook op geestelijk gebied zijn. En dat is voor mij echt gezond zijn. Maar gezond zijn is voor mij ook dat je een veilig huis hebt en dat je vrienden hebt. Maar wat is Wereldgezondheidsdag nou eigenlijk? Bij Wereldgezondheidsdag draait het erom dat je even maar goed moet beseffen wat gezond zijn is. Dat je even aandacht hebt voor het feit dat je gezond bent. Maar ook juist dat de aandacht gaat naar mensen die niet helemaal gezond zijn. Het thema van dit jaar is depressie. Let's talk. En depressie is de ziekte die op geestelijk gebied het meest voorkomt in Nederland. Dit jaar wordt daar meer aandacht aan besteed. Op de site van het WHO staan ook heel veel tips en brochures voor mensen die omgaan met mensen die een depressie hebben. En vandaag willen ze dus aan de mensen laten zien die een depressie hebben, we got your back. Ik hoop dat je wat bewuster bent over gezond zijn. En dat als jij iemand in de omgeving hebt met een depressie, dat je die steunt. Voor meer informatie over deze dag kan je het beste eventjes gaan naar de site. Ik zal hem hieronder in de beschrijving zetten. Hopelijk vonden jullie het interessant. Even een wat serieuzere video dit keer. Als je nou nog zin hebt om nog meer video's te kijken, kan je hier klikken voor twee verschillende video's. En hier kan je abonneren. En dan in de tussentijd kijken naar deze vet schattige katten op de achtergrond. En hoop ik jullie volgende week weer te zien bij een nieuwe video. Doei!